20:15 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Eliud Kipchoge is geconcentreerd. Hij heeft zijn zinnen gezet op een tijd onder de 2 uur. Onder luid gejuich begint de atleet aan de afstand van 42 kilometer en 195 meter. Als Kipchoge 21,1 kilometer per uur blijft lopen, moet hij het halen. Hij heeft zelf het marathonrecord al in handen. Vorig jaar liep hij de marathon in Berlijn in 2 uur, 1 minuut en 39 seconden. Maar nog boven de 2 uur dus. En dan is het publiek in extase. Nu wil hij koste wat kost onder de 2 uur lopen en dus is alles tot in de puntjes voorbereid. Het parcours hier is heel plat, er is nieuw asfalt neergelegd en in deze tijd van het jaar is het weer in Wenen perfect voor een marathon. Om Kipchoge heen lopen afwisselend andere hardlopers, in totaal 41. Hazen worden ze genoemd. Ze moeten de Keniaan uit de wind houden, zodat het rennen makkelijker gaat. Met speciale lasers wordt aangegeven of de lopers hard genoeg rennen en of ze nog wel op schema liggen. Het gaat goed, Eliud Kipchoge verzwakt geen moment. Na 1 uur, 59 minuten en 40 seconden komt hij over de finish. Het unieke record zorgt voor veel blijdschap. En ook in zijn thuisland Kenia gaat het helemaal los, zo is hier op Twitter te zien. De tijd geldt alleen niet als wereldrecord, omdat het geen officiële wedstrijd was. Maar Kipchoge is wel mooi de snelste mens op de marathon. Hij is de man to run under 2 hours in order to inspire many people, to tell people that no human is limited, you can do it.